U ziet het aan het oog, aan de haren die uit zijn lijf komen, de nagels, zijn ademhaling. De innerlijke pijn, het gevecht. En hij is ver genoeg. Ton, wat heeft buurtschap Lara Carmona dit jaar gereden? Zij hebben gereden zoveel punten dat ze mogen stoppen! Ja, dit is de Zundertse jubel! Alles binnen voor Lara van de koningin, de heer Yves de Boer, want hij staat weer hier met die prachtige eerste prijs. Ik neem hem even onder de arm om jullie met volle maan, met volle energie, met zelfs tranen in de ogen, dit feestje te kunnen vieren. Jullie zijn wat dat betreft geweldig. Jullie verdienen het gewoon om deze prijs te verdienen. En ik denk echt, dit is Brabant, dit is Zundert. Dit is jullie buurtschap. Proficiat. We hebben uiteraard nog een prijs voor jullie, jongens. Want we hebben er een aantal.
Wat betreft de gemeente, dat zien we uiteraard met Vaandelfeest. Ik wil jullie uiteraard ook nog van harte feliciteren namens Stichting Bloemencorso Zundert. Je was hem weer, Stefan, Steven en onze voorzitter uiteraard. Jullie hebben volgens mij een prima bouwjaar gehad. Leuk gebouwd, gezellige dingen gedaan met z'n allen, veel gelachen. En daar gaat het uiteindelijk om, jongens. Prima wagen gebouwd en een prachtige prestatie wat dat betreft. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ik geef deze aan de voorzitter, André. En jij had de eer om onze burgemeester te mogen kussen. Dat gaan wij niet doen. Maar dat heb je toch in ieder geval gehad. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Ja, jongens, maak er een geweldig feest van. En veel plezier vanavond. Maar we zijn nog niet klaar. En als voorzitter van de ondernemersvereniging Zundert Centrum is er eigenlijk de mooiste prijs. En dat is de eerste publieksprijs. En dat is de waardering van het publiek. En Stefan die heeft nog niks in zijn handen, dus die ga ik hem nu aan jou overhandigen. Proficiat. Ja, dat komt niet zo vaak voor dat de vakjury en het publiek het eens is over de winnaar. Dit jaar is een uitzondering. Zowel het publiek als de vakjury heeft Volleman van Ladakkermolen uitgeroepen tot laureaat Corso Zundert 2012. Organisatorisch een van de moeilijkste mededelingen. Duwers van Laar Akkermolen, kruipen jullie jongens onder de wagen. En meiden, naar het veilingterrein. Hoe eerder je er bent, hoe leuker het wordt. Meestal moet ik dat drie keer vragen. Duwers van volle maan, kruipen jullie weer onder de wagen. Maak het parcours weer vrij. Vier met de buurt mee, maar zet de wagen weer in gang. Begeleiders van de wagen, maak contact met het stuurhuis. Maak contact met alle mensen in de wagen. Want dames en heren, ik vraag wel of de duwers weer in de wagen kruipen. Maar er moeten ook 20 mensen in de wagen kruipen om alle bewegingen weer in gang te zetten. Er is geen hydraulisch werk. Ja, ja. Een overwinning heeft een erectie in Zundert.
De jury had ook nog gezegd, als je de mogelijkheid hebt, mag je namens de jury zeggen, het was een wagen met ballen. Nee, 20 mensen kruipen nu weer in de wagen om alle beweging in gang te zetten. En alles gebeurt eigenlijk heel eenvoudig met contragewichten, met hefbomen. Het oog, het hoofd, alle haren, de testicles, de ademhaling, de nagels. Alles gebeurt van binnenuit. Dus de duwers moeten niet alleen het onderstel en het hele geraamte, alle bloemen duwen, maar ook nog eens 20 collega's die op de wagen zitten. Ton, 2 jaar geleden, yes, zette je de wagen ballonnen stil met historische woorden. Ook van buurtschap naar Akkermolen. Je zette toen de wagen stop met de woorden ballonnenman, je mag stoppen. Ik zat te denken, zou Ton dit jaar zeggen, mannetje in de maan, je mag stoppen. Maar dit mannetje in de maan is natuurlijk, hij gaat zo weer rijden. Hij gaat rijden, ik weet het zeker. Ik zie beweging. Vanavond is het volmaan trouwens. Een ongelooflijk prachtig toeval, of misschien helemaal geen toeval, hebben ze gewoon gekeken. Hoe staat de maan op 2 september 2012? Het is volle maan. Hier staat een volle maner. Hebben jullie dat op die manier bedacht? Zeg nu vooral ja. Ja, natuurlijk. En naar Zundertse traditie zal in de winter buurtschap Laar Akkermolen nogmaals in de bloemetjes gezet worden tijdens de vaandelfeesten. Zij ontwerpen straks een vaandel wat in de eregalerij van het Korsel komt. Ja, u heeft gelijk. Laten we nog een keer gaan staan voor een hartelijk applaus. Een open doekje voor de laureaat van het Korsel 2012, buurtschap Laar Akkermolen. Gefeliciteerd. 644 punten. Eerste prijs en eerste publieksprijs. Laar Akkermolen. Hoe ziet de achterkant van de maan eruit? Nou, dat kunnen we nu kijken.